Hallo, we zijn vandaag in Waalder. Ik ga op bezoek bij Justin Timmermans. Hij is deze ronde onze topsporter voor de gemeente. En ik hoop hem zo meteen deze bokaal te gaan uitreiken. Dag Justin. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Je bent verkozen tot topsporter in de gemeente Harderberg. Dank u wel. En ik wil je graag deze bokaal overhandigen. Justin, je eerste jaar als prof heb ik begrepen. Als we aan trainingen denken, hoeveel trainingsuren maak je in de week? Ik zit zoals deze week en vorige week tik ik 25 tot 28 uur aan. En er komen dan wedstrijden omheen. Ja. Hoe vaak heb je nou een wedstrijd door het seizoen? Eind januari tot begin oktober ongeveer. Dat is ongeveer de wedstrijdperiode. En dan zit je tussen de 60 en 70 koersdagen, denk ik. En dat doe je ook voor mij niet alleen allemaal in de buurt, maar vooral ook ver weg. Waar zit je voornamelijk? Ik denk dat de meeste wedstrijden wel in België en Spanje heb. Heb je bepaalde professionaliteiten? Zeg van nou, berg of vind ik mooi? Of meer voor het sprintwerk? Meer het sprinten, kasseien, slecht weer. Dat is kleine heuveltjes. De lange klimmen zoals je in de Tour ziet, dat is niet voor mij. Maar... Nee, echt een beetje de Nederlandse inbos wat dat betreft. Precies, het duwen, trekken en het harken, dat vind ik wel het allermooiste, ja. Wat vond je in de afgelopen periode de mooiste wedstrijd waar je aan mocht starten? Ja, dat is toch wel Parijs-Roubaix. Dat ligt me het meest, ik vind het mooist en het is de heroïst en het is een van de oudste wedstrijden van de wereld. Ja. Dus ja, dat is wel het mooiste wat ik mee heb gemaakt. Trouwens wel wat moois om te laten zien. Dit is van vorig jaar, van de wereldbeker in Parijs-Roubaix. Ik heb dit jaar natuurlijk de grote wedstrijd mogen rijden. En het is toch wel speciaal om je land te mogen vertegenwoordigen. En omdat het mijn droomwedstrijd is en omdat ik hard gevallen ben. En het was gewoon wel een hele apart speciale dag. Vond ik het wel een mooi idee om in te lijsten. Ik ben denk ik na 50, 60 kilometer tussen twee stroken in, ben ik hard gevallen. Je ziet zoals hier de beschadiging van de val. Uiteindelijk heb ik vanaf daar moeten achtervolgen tot 50 kilometer voor de finish. Toen ben ik teruggekomen in de eerste groep. De val betekent voor jou niet het einde van de wedstrijd? Nee, zeker Je bent niet. Wel gewoon doorgegaan? Je moet altijd doorgaan. Je weet nooit wat schip strandt. Ja. Wel een fantastisch mooi voorbeeld van de strijdlust in de wielrensport. Ja, precies. Ik denk sowieso als topsporter, maar misschien ook als ondernemer, dat je altijd het beste uit jezelf moet halen en altijd moet blijven vechten. Maar ik moet zo nog een stukje trainen. Ik weet niet of je zin hebt om nog even een stukje mee te gaan om te kijken. Nou, lijkt me een leuk idee. Kom, Justin! Justin, we hebben nu een heel deel van de trainingen gehad. Heb je nog tips voor routes hier in Harderberg? Ja, het leukste vind ik altijd om te eindigen met een lusje door de Oldemeijer, door het mooie groene hier. En dan langs de campings te fietsen en ergens te stoppen voor een appeltaartje met een koffietje. Top, dan onthouden we die tip in ieder geval. Ik vond het heel leuk om eens met je mee te kijken. Bijzondere prestaties op de fiets. En ik wens je ook heel veel succes in het komende seizoen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van In de Sportlights. En tot de volgende keer.